Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo, sí. Esta noche yo quiero jugar con tu cuerpo junto a mí. Wat je probeert, is je heupen helemaal te versmelten met je partner. Dicht tegen elkaar aan. En links en rechts. Zwiepend, zwevend. Word je helemaal één. Voor de coronacrisis reist Kok Wan de hele wereld over om te dansen. Maar dat komt in één klap stil te liggen. Dans is niet iets wat je, is niet wat je doet, maar het is eigenlijk wat je bent. Daardoor is hetgene wat je bent een beetje verdwenen. Maar een danser moet dansen, want die drang is heel groot. Een mens moet scherp blijven, net als een samurai. En daarom moeten dansers blijven trainen. Ja, het is echt wennen, want we hadden echt heel veel fysiek contact in danslessen. Dus dat valt nu allemaal weg en ook dansoptredens zijn er niet meer. Veel dansers trainen met een vaste partner. Wanneer het dan iemand besmet raakt, hoeft niet het hele dansgezelschap in quarantaine. Kok heeft van zijn passie een deel van zijn werk kunnen maken. Hij danst op hoog niveau zoek. Zoek is voor mij de meest sensuele en sexy dansvorm die er is. Zoek is afgeleid van de lambada. De lambada die is uitgestorven, maar de lambada-dansers wilden verder dansen. En ze hebben een Kaapverdiaanse muziek gekozen, het heet zoek. En die muziek heeft een bepaalde zware beat. En op deze beat hebben ze de lambada vertraagd, versierlijkt zou ik maar zeggen. Het is minder dat hele heftige snelle, maar dat is wat rustiger en sierlijker en eleganter geworden. Kok is een opvallende verschijning. Hij is 1,50 meter. Hij is vroeger veel gepest om zijn lengte, maar zelf heeft hij er geen probleem mee. Ja, mensen kijken me na, mensen kijken naar me. Maar dat zie ik als een positief iets. Ik ben zonder beroemd te zijn nog alsnog beroemd. Zoek kun je met één partner dansen, maar Kok danst af en toe met twee vrouwen. Je moet altijd je fun verdubbelen in mijn optiek. Een kleine man neemt groei heel serieus. Dus dansen met twee vrouwen was voor mij een enorme uitdaging, zeker als het twee lange vrouwen zijn. Dus waarom niet?